zootje kraaien op de schutting die niet weg wouden. Jo, dampende koffie. Ja. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer woensdag 24 februari, de dag dat mijn man begon te hemeren, maar er nog steeds was. Ja, wat wij niet door hadden, ook hij zelf niet. Het is alweer een rotdag. Als je alles van begin af aan tot het einde toe alles mee moet maken, ja. Dat vergeet je niet zo snel. Nee, als je alles, echt alles mee moet maken, dat vergeet je niet snel. Zootje kraaien op de schutting die niet weg wouden. Och, al lieten we de katten naar buiten, of Frode die we toen nog hadden naar buiten. Of zelf in de handen klappen. Nee. Ze gingen 1, 2, 3 niet weg. Dat heeft al een dikke 20 minuten, een half uur geduurd voordat ze weggingen uit hunzelf. Maar kraaien brengen de dood. Ik kan vooral wezen, ook al zitten ze op jouw schutting, als ze maar bij diegene in de buurt zijn. Ik heb het eerder meegemaakt en toen was het bij een vriendin dat ze op de schutting zaten. Maar daarachter woonde er eentje, die is toen overleden. Maar die had geen schutting, niks. Dus dan gaan ze in de buurt erbij zitten. Waar wel een schutting is, of op een dak, weet je. Maar in ieder geval, en vandaag is het ook 4 jaar geleden, dat mijn liefdalige surrogaatzusje Wilma weer werd opgenomen voor de tweede keer dat ze weer longembolieën terug had. Dus die heeft een engeltje op de schouder gehad en die leeft nog. Daar ben ik ook God dankbaar voor dat zij er nog wel is. En mijn man die is helaas 's morgens vroeg. Om 6 uur op 25 februari overleden. Na een hele zware dag en nacht gehad te hebben. Maar ja, in ieder geval. Ik zit weer uit mijn nek te zwammen. Welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik ga eventjes een bak koffie doen en een broodje doen. En de dieren zometeen uitlaten. Ik heb een slechte nacht gehad. Ja, maar ja, wat wil je als je dit allemaal door je heen maalt? Dat slaapt je bijna niet. Ja, dus, maar in ieder geval, het komt allemaal wel weer goed. Rijka die is nou buiten, ik ben ze aan het afwisselen, want Rijka is vervelend, die luistert niet. Die doet dingen wat Rijk en wat Elwin niet wil hebben. Dus ja, dan krijg je een knauw en om dat te voorkomen, om de beurt naar buiten. Is dat dan? Allemaal wit. Zien jullie? Oh, ik zie het al. Nou, dat moet ze vrijdag maar schoon zien te maken. Ik weet al wat dat is, dat witte. Dat is zout, heb ik toen hier neergestrooid. Zout, vanwege dat het glad werd. Nou ja, oké. Dan weten we dat ook weer. Nou, met z'n drieën eigenlijk vlak bij elkaar. Toch Gandalf in de vensterbank en andere de dames op de bank. Nee? Maar in ieder geval, zo kom je weer eens ergens achter. Wat is dit dan? Dat heeft er nooit eerder op gezeten, maar dat is zout wat ik daar getrooid heb, ja. Ik wil niet vallen natuurlijk en dan ga je dat strooien vanwege het gladheid. Ja toch? Ja. Nee, Rijka. Goed zo, meid. Waarom altijd in die pootjes bijten? Wees eens lief. Geef elkaar eens een lik om de kop. Dat is toch ook goed? Doet Elwin ook bij jou. Maar nee, jij is weer naar de pootjes. Ja, echt. Hé? Mag je niet, hè? Nee.
Mag niet een meisje. Wat verdikkie. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Kijk. Zo is het goed, ja. Zo is het goed, hè, meisje. Maar oké, ik ga weer sluiten. Want ik heb meer te doen dan alleen nog maar dit. Ja. Dus zeg het tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden. Het is al later dan ik had verwacht. Want ik ben vanmiddag niet meer terug geweest om jullie erbij te halen. Ik heb het druk gehad. Ik ben met de dames. Ben ik een heel blok om geweest. Niet de normale route, maar een grotere route. En dat ik thuis kwam, toen was het met een vlog bezig. Nou ja, die ging ik bijna sluiten, dan staat die ook op YouTube. En ik ben met een bakje koffie nog bezig. Ja, gelijk weer een dikke bende. Ik heb net eten gekookt. Ja, dan neem je een dikke bende. Ruimen we straks wel weer op. Even daarop wachten. Daar was die. Voilà. Gaat het lichtje uit. Voilà, voilà, voilà. En de rest wordt straks wel weer een beetje opgeredderd. Zo, dampen de koffie. Ja. Even de AB daar ook. Hup, koffie op zijn plek. En wat heb ik op mijn bord? Nou ja, ik hoop dat jullie dat zo kunnen zien. Het is een of andere schnitzel en doppetjes met worteltjes en gebakken ananas en een groente sausje, kaassaus wel te verstaan. Dan gaan we lekker vol smullen. Dus voor degenen die ook nog eten moeten, smakelijk eten, bon appetit, prutjes, koffie erbij, wijntje erbij en lekker genieten. En ik zou zeggen, misschien toch later op de avond en anders hebben jullie pech. Ja, dan blijft het bij 2. Ik zit niet goed in mijn velletje vanwege 4 jaar geleden, mijn mannetje. Hij was dus nu al bezig om eigenlijk heen te gaan. En dat is morgenochtend vroeg 6 uur dat hij zijn laatste adem uitblies. Dus dan begrijpen jullie hopelijk wel hoe ik mij voel. Te zeggen, tot later.